Mensen, ik upload dit nu op alle twee kanalen vanwege ik Minecraft 0.8.0 beta heb. Jullie zien het hier. Dit wordt gewoon een kei coole 0.8.0 update video. Ik ga even naar een creative. Jullie zien hier dat ik er gelijk ben. Dit is de inventory. Het is echt super gaaf. Dus ja, we gaan als eerst kijken met de blocks. Je hebt hier gekleurd hout. 1, 2, 3, 4. Ik zal het even neerzetten. Hop. Hop. Het heeft alleen nog een beetje andere naam. En die. Maar ja, kijk, dat zijn de gekleurde hout. Je hebt hier jungle wood. Dat je ook zo kan plaatsen. Het hout. Echt super cool. Je hebt ijs. Ijs in creatief. Super cool. Je hebt wat nog meer nieuw is, zijn de minecarts. En het heeft nog een paar bugs, zoals je ziet. Maar kijk. Hop. Hop. En dan doe je dus. En dan doe je zo. En dan zit je in de minecart. En dan, je kan er uitspringen. Dat is ook super cool. En je hebt flint en steel. Je hebt een klok. Je hebt een kompas. En ik even kijken of de bow is gefixt. Ja, de bow is gefixt. Hoppakee. Oké, kijk. Allereerst hier de flint en steel in creative. Even kijken of het, kijk, nou jongens, mooi gat. Het kompas, jullie zien hier dat ding bewegen. Dit is echt awesome. De klok, nou ja, het kan geloof ik wel nacht en creative worden, maar dat weet ik niet zeker. Maar de wolken die zijn wel gaaf. Dit is gewoon, kijk, ik had al een soort stationnetje. Dus, wat de fuck is dit? Kijk jongens, dit is een van de bugs. Maar je hebt ook nog breeden. Dat ik jullie laat zien. Oh ja. Ik moet nog even wennen. Okay. Het breeden gaat als volgt. Je hebt... Kijk dit. Dit zijn nou van die bugs. En dan doe je dit. En dan doe je die. Dan gaan ze samen. En dan krijg je uiteindelijk hier een babytje. En de bug is nou opgelost. Of toch niet. Ja, opgelost. Half. Maar dat is dus. Je hebt carrots. En pumpkins. Potatoes. Super cool. Gaan we verder met hier. Je hebt carpets. Je hebt... Die, je hebt dead bushes, je hebt lang gras, je hebt het hooibalen, je hebt pompoenen, je hebt sponsen en je hebt natuurlijk tralies. En allereerst naar de sponsen, ook wel grappig. Dan hebben we de iron dingen, ook. De tralies bedoel ik. Dan heb je de carpets. Dan moet ik even zand pakken. Oh, jullie zien dat de gras is veranderd. Dat is ook best wel cool. Dead bushes. Tall grass. Super cool. Wat heb je nog meer? Het is echt een heel grote update. Je hebt... De birch is. De birch texture is. Is naar de computerversie gegaan. Zoals jullie zien. Dat is de birch texture. We hebben. Stairs van andere kleuren hout. Je hebt nu. Als je bij de Nether reactor heb je. Heb je verbeteringen. Gaan we even door naar het. Survival. Hier, we gaan gewoon naar onze survival wereld.
En hier is gewoon normaal survival. En we hebben even hout nodig. Dan kunnen we een crafting table maken. En dan gaan we kijken wat er in de crafting table überhaupt is veranderd. Dat is wel genoeg. Denk ik. Want er zijn nog echt heel veel bugs in. Maar dit is dus de crafting table. Je kan dus een licht doen met pompoen en zo. Nether reactor. Wol. Hout. Klok. Bow. Gewoon normaal. Kompas. Flinten steel. Minecarts. Powered rail. Heb je hier veranderd? Wheat, pumpkin pie, bietensoep en bieten. Kool, en daar kan je koolbloks van maken. Cacaobonen, koolblok, hooibalen. Super awesome. Nou jongens, dat was het voor nu. Denk ik maar eens. Ik denk dat ik nog even ga farmen. Zodat jullie nog een beetje de farmstuff kunnen vinden. Als ik überhaupt de ho kan vinden. Hier is de ho. En doen we die. Dan met de ho. En dan doen we die. En de ho nog. Het is wel een irritante bug, maar ja. Hup, hup. Hup, hup, hup. Dan pakken we even boonmeel. Hop. Hop, 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 hop. Dit zijn de bieten. En dit zijn, als het goed is, de pompoenen. Want kijk, dit zijn de pompoenenlantaarns. Super cool. Like deze video, deel deze video met iedereen, want dit is echt een super awesome, keitengekke video. Dan zou ik nu maar even zeggen tegen iedereen, laters, maar er komen nog meer video's aan. Dus dan zou ik zeggen, later.